R.E.M. en Shiny Happy People op RN7. Welkom bij het studentenhuis. En het studentenhuis zou het studentenhuis niet zijn als we het niet zouden hebben over het allerbelangrijkste in onze levens naast de studie. En dat is natuurlijk een heel goed en koud glaasje bier, Maiko. Zeker. Dat vinden wij wel lekker. Juna, ja, denk ik ook wel. Zo nu ja en dan. Hoor, dat gaat er alleen. Nogmaals, redactie van RN7, take notes, want we hebben hier nog steeds geen bier gezien. Maar iemand die genoeg bier heeft gezien, en zeker de afgelopen tijd, dat is Chris. En Chris is de beste biertapper van Nederland. Chris, een hele goede avond. Goedenavond, Chris. Chris, waar kunnen wij je normaal gesproken vinden en hoe ben jij in godsnaam NK biertapper geworden? Normaal gesproken ben ik verzinnen bij Café Maxime in Nijmegen, in Bottendaal. Ja. En hoe ben ik het geworden? Ik heb eerst voorronde gedaan in Groesbeek. Ah. Toen mocht ik was ik eerste geworden en toen mocht ik door naar het NK biertappen op de Horecava in Amsterdam. Ja, want het is dus echt een wedstrijd, de beste biertapper van Nederland. Hoe ziet die wedstrijd er precies uit? Neem ons even mee. Er zijn eerst de voorrondes, die zijn ook door heel Nederland. Ik weet niet precies hoeveel voorrondes er dit jaar zijn geweest. Okay. En in de Nijmeegse voorronde, toen was ik ziek, dus dat deed ik niet ermee. Want toen deden er ongeveer 80 mensen mee uit de regio Nijmegen en in Groesbeek waren het er 60. Daar had ik toen gewonnen. Wat je eigenlijk doet, je begint met twee fluitjes te tappen, daarna twee vaasjes tappen. En vervolgens, als je dat het beste doet, dan mag je door naar de beste team van de regio. En daar tap je dan nog twee fluitjes, twee vaasjes, moet je een flesje speciaal bier inschenken. En als je dat bij de top 3 of top 5 doet, ligt er een beetje aan hoeveel deelnemers er zijn. Dan mag je door naar het NK en dan mag je de uitnodiging om mee te doen in Amsterdam. Lekker. Wat gaaf zeg. Hey, en Chris, de onvermijdelijke vraag natuurlijk. Waar moet het best getapte biertje van Nederland aan voldoen? Leg eens uit. In dit geval ging het er ook vooral omdat je tapt meerdere biertjes achter elkaar. En dat ze dus ook alle vier die in de finale ronde allemaal tapt, allemaal precies op de gelijke hoogte zitten. Aan de zijkant van het glas zit ook letterlijk een klein lineaaltje. Ja. Dus kan precies even gelijk lopen, zeg maar. En op precies de juiste hoogte zitten. Het bier mag niet te snel inzakken, het moet er mooi uitzien. Het gaat om consistent zijn. Het uitzoeken. Ja, net alles was op de Horecava. Krijg je dan nog wat toegespeeld van misschien een wat leuker, interessanter baantje in de bierwereld, Chris? Of zeggen ze van nou, jij blijft maar gewoon lekker doen wat je het beste kunt? Ik ben op dit moment eigenaar van Café Maxime. Dus een betere baan voor mij is er eigenlijk niet te vinden, denk ik. Ik ben zo blij met wat ik nu doe. Er is voor mij geen betere baan te bedenken dan ik nu heb. Hey, en stel als een leek nou binnenkort eens naar zo'n biertap stapt en denkt van nou weet je, dat wat Chris kan, dat kan ik ook. Heb je nou een paar mooie gouden tips voor de luisteraar van het studentenhuis? Hoe haal je nou een NK-waardig pilsje uit de tap? Je moet het echt oefenen. Het is echt een kwestie van oefenen. Een leek kan het niet. Het is gewoon oefenen. Ik doe het al meer dan 10 jaar en dat heeft mij gewoon geholpen. En je moet gewoon geduld hebben. Veel oefenen en als het fout gaat, kijken waar het fout gaat en nog een keer oefenen. Ja. En ondertussen, ieder fout getapt biertje is echt niet erg. Gewoon opdrinken en weer opnieuw beginnen. Ja, nou hebben wij vrijdag hier de nieuwjaarsborrel, dus dan gaan we zeker heel veel oefenen met biertappen, denk ik. Edie, jij hebt waarschijnlijk een hele mooie bokaal gekregen. Waar komt die te staan? Bovenop de barkast bij mijn café. Oh, dus binnenkort gewoon te bewonderen in Bottendaal. Wat zeg je? Binnenkort is gewoon te bewonderen in Bottendaal, die bokaal. Ja, vanaf afgelopen donderdag al. Oh, kijk eens aan. Dat is lekker. Nou goed, ja, Chris, ontzettend gefeliciteerd nogmaals met je Nederlands kampioenschap biertappen. Dat is waanzinnig. En binnenkort schrijven we eventjes bij jou aan in het café voor zo'n ijskoud Nederlands kampioenschapsbiertje. Neem ja, je erbij, die gaan we even proeven. Ja. Nou, hij staat klaar voor jullie. Je krijgt hem van mij deze. Oh, wat lekker zeg. Nou, er is geen betere cadeau dat je wel kunt wensen. Chris, hartstikke bedankt. Hey, Chris, een hele fijne avond en we spreken elkaar snel dan. Jongens, leuk dat jullie belden. Voor jullie ook nog een fijne avond. Goede uitzending. Joe, oké, doei. Chris Gerrits van Café Maxime in Bottendaal. Gavin de Graal op RN7.